donderdag 4 augustus. Wij gaan vandaag weer een bijzondere dag tegemoet. We gaan starten met de heren Binot en Ruud op de mountainbike. We zouden een kwartier geleden vertrekken, maar ze zijn nog druk bezig om de mountainbikes te repareren, prepareren of hoe we het willen noemen. Vanmorgen hebben we daarboven wat punten gezien met sneeuw. Helaas is het alweer dichtgetrokken met wolken, maar wellicht komt dat nog vandaag. Mijn aan de voorkant, dit is de achterkant van ons verblijf. Aan de voorkant staat mijn paard klaar. Ik ga met de horse. Was anders 2 uur wandelen, dus we zijn heel benieuwd wat het op de mountainbike en op de paard zal gaan worden. Hier hebben ze een verzameling bierflesjes, denk ik. Een garage. Nou, we hebben er zin in. Hebben we er zin in? Nou, wij gaan lekker mountainbiken. Binot en ik op de mountainbike. Het is prachtig weer. En Jolanda die gaat met het paard. Nou, we zijn inmiddels afgedwaald in Lomantang. Afgedaald. Hierboven ligt ons plaatsje. Schitterend hier. Met dat bergriviertje. Nou, even kijken of het paard een beetje wil. Halikidee! We go on for a nice day! Ja, Lomantang. Eerste stukje maar even gelopen met de mountainbike. Prachtig. Mountainbiking, 3.500 meter, Lomantang. Geweldige ervaring. Echt wel gaaf. Geen vervelende omgeving om in te fietsen. Ik kan een brommertje aan gereden. Namaste! Mountain biking, yes! Op de achtergrond zien we prachtige pieken uit het Himalaya-gebergte. That house very nice. Yeah.
Nou, mountainbiken met die heuveltjes boven de 6000 meter op de achtergrond uit het Himalaya gebergte. Ja, the backside of the mountain. Yes. This is a beautiful area. Boven 3500 meter is het serieus zwaar mountainbiken. Maar wel gaaf. Even pauze. Hier komt Binot aan. Gereisd. Very nice hier. Wow. Kijk, daar komt Jolanda op het paardje aan. Lekker. Goed. We hebben hier lekker even in het gras gelegen. Ik wil even de fotocamera hebben, want aan de achterkant zijn wat bergen ontstaan. Valt wel mee. You see the beautiful view of mountain? Yeah, that's good. Very clear today. Is het leuk? Adembenemend mooi. Nou, na deze mountainbike tocht, prachtige gebied, ja, dat hebben we al 100 keer gezegd, aanbeland en weliswaar een terras. Dus we gaan hier even lekker iets drinken. En dan zal Jolanda te paard zo wel komen. Namaste. Kijk, en dat kindje, dat woont hier. Oh yeah, thanks. Kijk. Snickertje, lovely, onze bikes, Himalayan restaurant, we are. Hier staat de vaat nog van vanochtend waarschijnlijk. Kijk en zo, wonen die mensen, dan hebben we hier een ja, een restaurantje. Dit is ongeveer het assortiment wat ze hier hebben. Ja, ik zit hier al aan de koffie. Een beetje ass pain. Nou, we gaan deze cave beklimmen. 4000 jaar geleden leefden hier mensen in. Dat schijnt heel erg krap en nauw te zijn, maar we zullen het zien.
En een aantal etages waar we binnen in kunnen kijken. This is the main entrance of Kiev. And there are pots, plates. Yeah. They're using that at the same time. 4000 jaar geleden was dit. Wow. Another floor. And if you want to make a nice movie, come here. Yeah. Not. Whoa. Can see the nice view. Whoa. From the window. From the window. Yes. Yeah. Please don't go that side. Yeah. Not far. From the window. One by one, please. Yeah. Because yeah, one by one is good. Nice window. Zo, hier hebben dus 4000 jaar geleden mensen in gewoond. Nee, moet hier de steenwerk eens kijken, dat is gewoon nog intact, hè. En hier zo many rooms daar. Hier, 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 hier. Wow. They said here total 108 rooms. 108? Wow. And I didn't count. And look at another room here from this hall. Yeah, I saw, yeah. Je kunt weer naar buiten kijken. En hier hebben ze connectie gemaakt tussen de ene kamer en de andere. You can stay. You have to be dark for some parts. With some parts. It's okay. Erg bijzonder. Kijk eens, hier komt een holbewoonster. Aangeklommen. En zo zitten we weer op de volgende verdieping. Hierin. Even deur. Maak daar nog foto's. Ik kan nog omhoog. Ja, vandaag nog één hoge, 4 etages. Kijk, er komt een holbewoner uitgekropen hier, zie je dat? Zie je dat? Hier is ze. Nou, net die caves bezocht. En nu gaan we hier de monasterie bezoeken. Hierboven.
kinderen die hebben ja, een soort van speelkwartier nu. Er zijn ook allemaal monniken in opleiding hier. Namaste. Namaste. Dit is de laatste monasterie die je hier ziet voor de Tibetaanse grens. Daar zijn we net binnen geweest. In de berg gebouwd. In de berg gebouwd, ja. Ja, 70 monniken, 40 studenten. Hier een moestuintje. En dit zijn nog caves waar mensen inwonen. Het geel is mosterd. Zie je heel veel. Ja, het is prachtig, maar zo aan het einde van de wereld, zo noem ik het dan maar, wilde eigenlijk niet echt wonen. Ja. Nou, terug bij ons restaurant. Dan gaan we nu wat eten. Ze hebben hier inmiddels alles buiten liggen. Een beetje verfrisse lucht. Dan gaan we eten en dan weer mountainbiken. We zijn uit aan het eten hier in de Saucer Valley. Waar we net al die mooie dingen gezien hebben. We hebben nu een heerlijke noedelsoep. Mooi, heerlijk terrasje. En dan net wij die niet doorzakken. En de eerste keer voor ons dat we echt buiten eten in Nepal, want dat is hier niet echt de terrasjes gebeuren. Het is wel kei gezellig. Dus wij zitten hier te genieten. Doei doei! City tour by bike.
Komt Sinterklaas aan, hè? Hè? Nou, we gaan een monasterie bezoeken hier in Bloemantang, want die konden we gisteren niet bezoeken, want toen was het waren te laat hier. Want hier zien alle kleertjes hangen. Ja, dat doen we. Dat is goed. De monniken zitten daar te eten, een soort van tent. Gaan dadelijk hun monasterie bezoeken. Langsap, ga je, dan moet je het niet meer zien. Je moet het niet. En hier hebben we dus ook een monniken in opleiding zitten, die hier dus opleiding krijgen als zijnde een leven als monk. Ja. Hier, ja. Wandelingetje maken in de stad.